en 7.3 van Radio Tongeren luistert u naar een wekelijks dinsdag voormiddag programma Alleen is maar alleen. Een uitzending voor bejaarden, anders valide en zieke mensen. Gepresenteerd en geprogrammeerd door Paul Pasen. In de nu volgende programma-rubriek Jij hebt ook wat te zeggen, had ik een gesprek met een 65-jarige gekende figuur uit Tongerenstad. Met een stek rondgaan, dat was dan met de carnaval, daar. Dan gonken ze de winkels af, met een man of twee draaien, een beetje verkleed, een hoed op, een beetje geverf in hun gezicht, en dan gonken ze de hele dag draaien af in Tongeren. En dan zongen ze maar, jij mij toch een stukje spek, had mij niet veel de gek. Het is de laatste keer gekomen aan hem. Wel, dan komt die man uit de slachter en smeer een lap spek, en dan stoten ze dat in die stekken. Wel, als dat zo staals komen, Je moet niet verwonderd zien, dan staan zo'n 30, 40 kilo spek aan ze. Je hoort het. Vandaag, vastenavond, heb ik iemand aan de haak geslagen die over het Tongerse carnaval weet mee te praten. Dat zul je zelfs wel horen. De gespreksgast die we u gaan voorstellen was zo vriendelijk om mijzelf thuis te komen opzoeken voor het interview. Wat gemakkelijk voor mij zeg. Het is een verse 65er, een ras echte Tongenaar, door Jan en Alleman beter gekend bij zijn bijnaam dan met zijn echte naam. In zijn jeugdtijd was het een snelle knaap. Vaardig met de cirkelbal. We hadden samen een gezellige babbel, al moest ik zelf maar weinig vragen stellen. Hier komt de 126e uitzending van onze programmarubriek Jij hebt ook wat te zeggen. Wij spreken hier met Joe Dessers. Ze zeggen op mij te kruid, de na-voetballer van de cirkel. Tja, hoe komen ze eraan om kruid of kruidje tegen u te zeggen? Ja, dat was zo. Ik was maar klein. En niet de fit wat wij zeggen in Tongeren. Ik wou dus maar iets van eigen 40 of 50 kilo. Ja, en ik speelde dan er met de andere grote allemaal met. En toen zei ze zo, het is toch maar een kruidje, hè? Ja, en toen zien ze dat blijven zeggen. Op me, kruid. En iedereen heeft me toch doorgegaan tot waar dan zat met de voetbal. Wanneer zijt je geboren? Zo. Ja, ik ben de 8e februari van het jaar 1921 geboren. Zo dus, ja. De zaterdag is het. Dan vier ik mijn verjaardag, 65 jaar. Zeg, vertel eens iets over uw jongentijd. Waar woonde je vroeger toen je zo klein kreutje waard? En heb je het een en het ander meegemaakt? Ja, ik woonde toen in de Naalstraat. En daar ben ik ook geboren, kom hè. In de Naalstraat. Ik was toch heel gaan, want dat was een heel straat waar Moe een sport gedaan was, als in Van Aal. Kom, daar heb ik ook het meeste leren voetballen. In de Naalstraat, en het was op de boulevard. We hebben er van alles metgemaakt, van mode door niet spelen. De mensen moesten er komen wandelen op de boulevard, en dan horen wij ons stampen altijd op de boulevard. Ja, dan komen de police naatros, ze pakken dus de gemeente onze bal af. Ja, en we kosten al moeilijk aan enige roken en dat had. We hadden niks. En dan zei ze, hadden allemaal ook niet te veel. Maar ze waren allemaal vrienden van een. En dat was denk ik, omdat ze allemaal niks hadden. De mensen kost niet jaloers zien het een op de andere wat nou veel is. En door het amuseerde was het op de graaf, maar dan de police. Die ging dan op de bergsten van boven, van de Naalstraatberg waar wij zaten. En wij waren dan van onder op de boulevard aan het voetballen. Ja, wij gingen uit de buimsten, waar de wandel stonden. We moeten er staan met zien.
Maar als de police dan door zelf komen van de berg, ja, dan kost hij naar de kraas stevig taal lopen of Bukenberg op, wat we zeggen. Overvoerd. Waar zit je naar school geweest, Tja, hier in Tongeren? Ik ben de eerste tijd in de school geweest, op de papschool dan, dat herinner ik me nog goed. Daar was ik in de pikpuzen. Met de begenkes wat hij zei. Ja, en van doe al, dan, dat was dan automatisch schoencafé, nooit college, Slivrouw college. Omdat toen in de pikpuzen waren twee klassen, de juiste in de tweede klas. En dan als je dat gedaan had, dan moest je naar de grote klas op kraas stevig jurgen. Dat was de derde klas. En doof zien valt het goed geweest. Ze leerden toch goed nogal redelijk. Er was een beetje tuig in dat school. En dan ben ik met de juffer gewoon naar het college op kraas stevig. Maar wat als financieel was dat maar heel slap, wat dat allemaal was, wat ik die strak vertelde. En dan moest al wat betaald worden. En dan heb ik zeker met mijn pa, die durchgemers. En dan heb pa een ongeluk gehad. En dan had de bom omgevallen. En een pa had 4 jaar in het hospitaal moeten liggen. Ja, je kreeg van nergens niks bekend. Als mij het goed plan moeten trekken, ja, mij kost niet meer betalen voor mij. Dan ben ik moeten naar de gemeente school overgaan. Welke meester van de lagere school spreekt u nog het meeste aan, als je terugdenkt aan die tijd? De tijd wat dan in de gemeente school was. Ja, dat was meneer Leunes. Die deed het zesde studio, ja. En toen zei hij van nee, Bob. Omdat ik kost hem altijd zo koud maken, hè. En als er dan op een zolder, wat doen heel normaal was, het was wel niet te filmen, dan zei hij altijd nep, 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 en dan kreeg je zo'n nep. Ja, en toch was het de geliefde van allen, wat er was, al kreeg je de verslag. Ja. Wie heeft er nog bij op de klas gezeten? Zo? Ja, allemaal zult je ze niet kennen, zo, maar wie valt u nog te binnen? Ja, van een college valt er niet nog een stuk op de raaf hier. Dat was meneer advocaat Ruiters, die zat met mij op de klas. En dan woorde Marte Billa, de loodgieter, ik weet niet of je hem kent, in de Tiekenstraat. En die zijn zijn broer Jean. Ja, en dan weet ik niet meer veel mee. Als je zo terugdenkt aan je jeugd, heb je dan geen heimwee, geen spijt zo? Ik vind als de jeugd toen, ik vond nog prettiger was, beter was als nou. Nou hebben ze van alles, ze hebben villas, ze hebben motors, ze kragen van dat, hè. En ze rijden op de straat met, ze kijken er niks. Doen in die tijd, wij gaan nog een villa. Wij gaan een paar klompen of een paar dingen, een voetbaltje of zo ergens, waar we klein worden aan of ook niet. Wij moesten onze plaat trekken, wij vertrokken toch ook onze plaat. Ik denk dat wij gelukkiger worden met het minst wat voorkomt, we hadden niks tekort. Wij kregen de smurrens als broekje spek met een eiken op. En dan waren wij goed erdoor. Wij kregen te eten. Honger hebben we nooit geleden, kom. En toen zit je ook gaan voetballen bij de Cerkel. Vanaf welk jaar? Vertel die geschiedenis eens. Ja, ik ben met Cerkel gaan voetballen. Dat was 12 jaar. Dat was dan kadette. Omdat ik woonde in de Naastrode en tegenover mij woonde dan Victor Plugers en Jean Plugers. Dat waren twee gebroers. Dat waren nogal twee mannen waar we voor een stunde van de Cerkel waren. Ja, natuurlijk. Ik speelde dan op de straat. Ze zochten al dreig aan mij toe, als ik een van de rapste was en als ik toch een vinniger was in spelen en als ik kort voetballen. Ja, daar dan allemaal direct met pa. Zegt de jong, moet kunnen voetballen, hè? We gaan hem eens graven. Met pa, ja, dan hebben ze altijd een beetje bang in de tijd ertoe, hè. Van waar kunnen we dat toch maar allemaal, hè, de jongkleien, dat kost allemaal geld. Och, dat deugt niks, zegt ze, dat komt wel in orde. Ja, pa was toch nog niet te kort, met mij behalen. Toen zei ik Victor Plugers op mij. Jacques de zondag moet spelen, maar je moet elkaar tekenen. Hè. Zeg, moet ik dan spelen? Zeg, maar wat moet ik aan doen? Trek ik dat maar niet aan, zei hij. Daar is, wat ik moet zeggen, hij is snel dood, is ook gestorven en ja ook. Ja, ik zeg een paar dan, oh, ik zal dat wel regelen, zei hij. Ja. Ik kreeg een kaart, zeg, paak ik uit, kaart komen, ik moet voetballen. Dan heb je dat toch weer gedaan. En was het in oh, is het pa, alles kunt toch in orde. Gij gaat maar eens naar het oortal. Ja, hij toch hem. Toen komt er hem, toen leidt dat er toch een beetje. Je moet terug hem doen. Je moet zich gewoon naar het oort. Allee, kom maar mee, zegt het oort. Dan hebben ze mij heel gekleed. Voetbaltje, kousen. Ja, alles met de nu. Alles wat ik moest hebben. Ik was zo fier als een daals, waar wij zeggen in Tongeren. Ja.
En moet je vragen, ik sloop gaat weer naar achter en mee geslopen. Ja, toen moesten we met kunstmorgens voetballen. En dat was in Waterschei. Dat vergeet ik nooit. Ja, en daar, die hadden zo'n klein kamionetje zo, touw, boter dan zo'n leuke kamers in. En toen al, toen moesten we dan al allemaal in kruipen, dat 12. En die waren er toch één. En dat heel, was heel goed met gevallen, heel goed, voor de eerste keer. Ja, en toen ben ik in de kadetten blijven, ben toen ermee uitgegaan. Ben van kadet gespeeld en dat heb ik ook veel schoon herinnering gezien, het kampioen geweest. En we hebben toch wel altijd aan de kop gespeeld, zo. En ik ga goede kameraden hebben. Wij speelden in de kadetten, ik ga, wie de Pijl, Jean, Meze, Vos, Chauvage, Horsneijers. Allemaal jong, en een ander, Jean van Roosendaal, wat ook gestorven is. Wat er 60 was, is hij gestorven, ja. Ook, dat was ook een goede speler, van Jacques Driessen, van Horne Krals. We hadden dan verder dan Soevereins ook nog, hè. We hadden dan een heel goede ploeg in de kadetten. Dan zien we naar de scholieren gegaan. Daar zijn we dan ingedeeld geweest met daar de Nederlandmannen. Ik, de Pijf, Vins, Jos, Neijers. Wij zijn allemaal naar de scholieren dan gegaan. En daar zijn we dan meteen blijven. Remy de Pijf, die speelde halfcenter, ik speelde halfback. Maar we speelden goed. Goal kreeg ze niet aan met. Van een goed ploesje. Maar we mochten geen. Ja, toen, daarna voetballer van de cirkel, Staaf de Kraker, was heel bekend in Tongeren. Die was dan trainer van ons. Dus ik, we zullen eens anders moeten golen maken. Dan heb ik met extreem links kunnen spelen. Remy de Pijf, die speelde eens op links. En dan hadden we Harry Maas. Dat was een redelijke stroeze idee. Die speelde in het centrum voor. En dan hadden we Van Roosendaal rechts op de vleugel. En dan hadden we Bervaas. Bervaas is daar ook gestorven. Die hadden we dan ook van voor. In een goed ploesje. In de eerste match, toen moesten we met de scholieren dan de Waterschei. En daar stond een heel voor. Jawel, we hebben dan met draai niks gewonnen op een zeebeen. Maar we mochten de golen doen, hè. We hadden draai golen gemaakt, dat was toch goed. Ja. En toen zijn wij wel met de ploeg kampioen winnen. En al dat kampioenenploeg, dan hebben ze aan de spelers komen. Dan zijn wij dan met 5 of 6 gelijk de eerste ploeg ingegaan, precies gewoon. Zo ongemengeld, dan die erin, dan die erin. Dat is zo 7-39 zo. Dat was toen de mobilisatie, joh. En dan, nu ik de 30 af was, dat soort dingen ermee. Dan de matchen worden al een beetje verschoven. En we speelden wel voor in de matchen en zo, de een en ander. En dat was als geluk. Dan moesten we met spelen. Ja, de Pijf, die was veel stroester als ik. Het is wat ze zeiden, dat ik maar een kreutje was. Ik kost ook in de eerste ploeg op de linkse vleugel. Was ik heel zeker, was ik beter als de Pijf. Ik kon beter extreem spelen als de Pijf, want die speelde het altijd. Maar toen hadden ze toch Remy gezet, hè? Omdat Remy sterker als ik was. Hij had Remy door de Tour gespeeld. Maar dan, toch een keer per geluk, was toen zijn woonbroek. Met de mobilisatie, want die moesten afkomen. Maar ik stond wel altijd reserve. Even in te springen. En die kwam niet en ik mocht. Ja, en toen werd de echte vleugel degevormd. Ik en Remy, ik extreem links en Remy eens het links in de juiste ploeg. Met Van Sauvage, met Jos Neijers te water. En wij was dan er nog met, voor wat er nog, Jeanke Meese dan net ertoe. Ze zei, wat kinderkiel dan hebben van de vleugel gevormd? Heel jong allemaal. En we hebben zo meteen gespeeld dan nog, 40 de oorlog. Waar de oorlog dan door de Duitse haal horen. En waar ze dan terug begonnen te voetballen, zien wij direct. Ook beginnen vriendenmatchen te spelen zo. En dan in 41, die hadden nu dan onder 41 jaar doen, was precies van kampioenschap te spelen, is waar vroeger. En dat hebben wij gespeeld. En wij hebben door met dat ploeg begonnen van jong, met niet veel later tussen. Het waren allemaal normaal jongetjes, dan hadden we Armas Wers, dat was onze leider. Hè. De vormen daar we de minst geweest hadden, een goede voetballer en een gevaarlijke met de kop. Nou, dat moesten wij hebben, hè. Jawel, en dat ploeg toen zijn wij. Het eerste jaar af voor de titel, voor kampioenschap speelden we, want het kampioenschap zijn we hoger gegaan, hè. En dan hebben wij zo'n jaar met de cirkel gehad, hè. We hebben nu in 10 jaar allemaal met één blijven spelen, altijd met de eigen ploeg. Dus zijn er wel een stuk of draad bij komen, van andere uiteren we dan wij gegaan zijn. En wat heeft Mertens hebben we bij gehad, we hebben zulke Joris bij gehad. Wij standen nog aan, we hebben dan Gerard Geurs gekregen gehad en zo de een en de andere. En zo is ploeg goed kunnen, de 1 à 11 jaar. Ik ben in 52 weggegaan.
van de cirkel. Toen heb ik afgedaan, nog wel heel niet, want ik ben ook blijven spelen, boog heen gegaan ben. Ik vind dat ik een schoon loopbaan gehad heb. Want ik was toch al, kijk, ik heb twee jaar in Lummen gespeeld dan, Lummen Verveen, eerste provinciaal. Dan ben ik van Lummen Verveen naar Serenelder gegaan, voor een speler te mangelen van Serenelder. Dan ging ik in de plek van daar, voor de cirkel te helpen. En die speler van Serenelder komen uit de cirkel dan. En dan van Serenelder, dan ben ik nog, alle kanten geweest. Er zijn nog veel, Rutte, grote spijjederen. En Mummerke komen, er zijn er nog een heel deel. Daar ben ik dan trainerspeler nog geweest altijd. Ik heb heel lang gespeeld, ik had nog. Ja, ik hoor, je hebt een heel voetbalgeschiedenis achter de rug. Maar tezelfde tijd, en daar zou ik ook met u eens willen over praten, heb je ook altijd bezig gehouden met de carnaval, hè? Om met de carnaval heb ik me zeker altijd bezig gehouden, hè. Dat heb ik altijd een beetje gedaan. Ik zal wel nou op dit moment een enigste zien wat de hele stoet met me. Ik denk het wel, ik geloof niet, want ik ga Balier. Die is van verleden jaar met de middag, weet niet, ja, dat heet van gehoord, dat wil ik eens zeggen. Ja, en dat was nog de netste met mij, waar de hele carnaval toeren met gemaakt had. Ik denk dat ik nou op dit moment nog de enigste zal zien. Ik weet niet of het nog een is. Die zou toch wel willen, als hij zich wel laat horen. Ik zal dan niet zeggen, misschien een van de muziekmaatschappij voor Studget, maar dat is, daar komt met muziek met me, voor de carnaval is te zien, moet je verkletsen. Dus ik denk dat ik de enigste nog ben, waar met de stoet met geit. De zondag. Ja, en in welk jaar zijt jij dan begonnen, als jij van het begin erbij zijt? Ja, we hoeven dan nog toch 35 jaar terug te tellen, hè. 50, 51 zal dat geweest zijn zo. Omdat de veur Ede carnaval begon zijn tongeren, hadden ze een lente stoet gemak. Die begon dan zo op het lijstje van mij, is die rondgegaan, maar daar was een steun in de Straassestraat. Met de lente stoet ben ik al met geweest. Toen was ik al oud te met. En dan is hij dat heel goed gelukkig geweest, dat is heel goed met gevallen. Toen was toen een prinses dan gekozen. En dat was van in de café van in de Staatse Straat, Turkemindje lid. Dat is ook nog een. De man is niet mee. Maar de man had veel gedaan voor carnaval. En dan zo optreden ze alle kanten. Dat was een hele goeie. En deze dochter was toen prinses. En dat is niet een formidabel succes geweest. Het was schoon weer. En dat worden dan allemaal vriendengroepen bekend. Er was niet veel net van haar, zo en door. Maar allemaal groepen zo wat aan het komen van door en door. En dat was heel magnifiek. Allemaal schoon kleur. En goed metgevallen. En dan hebben ze zo van het zwolven al beginnen te kallen. We zijn het toch ook beter in de carnavalstoet in rekenen. En toen is dat ook het jaar erop. Is dat ook gebeurd. Hebben ze een carnavalstoet in gericht. En toen worden dat bekend allemaal groepen van de tongeren. Door maakten ze een. Want op de cirkel ter rijde was toen een club voor een clubje voor turnen te doen zo, wat turnen er ook zo. En daar zijn toen ook met geweest, daar ben ik, heb ik ook met rondgelopen. Het was iets wat een match gedaan was, want ik vergeet het nooit. De eerste carnaval moesten wij spelen tegen Sint-Truiden. Sint-Truiden kwam de tongeren. En dan zei hij al, och, wacht, dat jij die beleven, dat gaat gevolgen komen op de cirkel. Hè, als dat gelijk de carnaval wilt. Toen was in verwal begonnen om 2 uur. Zo nou, hè, wat was anders, financieel verlies, dachten ze, en dat dachten ze nog wat, dan had je begonnen om 2 uur. Maar waar we de terre opkomen, hadden we nooit zoveel volken zijn. De terre is toen overal vol, kom, wat chint is er waar, of nu 1000 man geweest, voor dat match. Tja, en hoe dat match aangedaan, het was toch altijd, we kan 4 uur, moet ik zeggen. En ik ook met, ik moest uit de Staatsen vertrokken, zo, ik ging toch van uit halen, dan de cirkel terrein, Staatsen strutje, ik was er met. Ik had gedacht, daar moet ik toch met zijn. En ik weet goed, Baljeke die al zoveel gemaakt. Daar waren met 5 man drin. En dan was er wel een groepje van tongeren. Daar waren de rusters vroeger schoon maakten in de vlucht. Hè. Daar hadden ze werkelijke wassen stoeten. En daar gooiden ze dan het vaal van de vlucht in van de rusters. En daar hadden ze zich dan ook zo wat verkleed. Een stuk of 5 met dat werkelijke. Ene met een bos, ene met een tube, ene wat door. Dat was heel goed gedaan. En zo hadden ze gewoon een plakkaat op een wurgelje gespannen. En er stond op, Tongerse Strand is gezond. het is wel zo gezegd, wat weet je, ze zeggen dat zo'n Tongeren. En de mensen hebben de wandel met gelaag.
Nee, wat ik wil zeggen, voor de eerste keer carnaval was al zo van al gek toen met in dat vond ik een schone carnaval. Heel goed was dat. Ja, we gaan even een liedje of een muziekje draaien. Jij hebt een cassette meegebracht, want jij zingt ook liedjes, hè? Daar gaan we eens eentje van laten horen. Welk zou jij graag gespeeld hebben? En dan mocht je ook zeggen voor wie dat je het wilt doen. Ja, welk zal ik spelen? Voor mij is hetzelfde. Het Bibelbomse eiland, was dat goed, ja? En dat zal ik dan draaien voor al mijn kameraden, mijn vrienden van de kransgeters, waar ik het ook gezongen heb toen we feest gehouden hebben. Wat ze heel graag hebben, die zullen dit heel graag horen. Voor die draagt het op en voor komt mijn heel vrienden en kennissen die ik allemaal heb. Op het Bibelbomse eiland zag ik meisje van de Wikiwakkerij. De zon van Harry Lee, het Bibelbomse eiland. Op het Bibelbomse eiland, onder de palmen maakte ik kennis toen met haar. Het was in extase daar, op het Bibelbomse eiland. De vroeg al op je mee, met een kleine wakkie. Ze zong een song van Al-Balona, van Ikidula, Hakipuna, Wanakowa. Op het Bibelbomse eiland, is niet het meisje van de Wikiwakiwee. En zij ze kuste mij, de Bibelbomse eiland. Ik heb in Skibreuk geleden, denk er nog op heden. Met een grondige reden, wat ik heb beleefd. Ik spoelde op een eilandje aan, dat nooit op een kaart heeft gestaan. Geen naam draagt, het van het volk niet zien. Op het Bibelbomse eiland, zag ik het meisje van de Wikiwakiwee. De zon van Harry Lee, op het Bibelbomse eiland. Op het Bibelbomse eiland, onder de palmen maar de kennis toen met haar. Was in extase daar, op het Bibelbomse eiland. Ze vroeg al of je mee, met een kleine wakkie. Ze zong een song van Al-Talona, van Ikidula, Hakipuna, Wanakowa. Op het Bibelbomse eiland, is niet het meisje van de Wikiwakiwee. Deze kuste mij op het Bibelbomse eiland. En ze zei me in de haaltje, in een Bibelbomse taaltje, toen de meidoen in staaltje van haar mysterieuze man. Werd eerst begroet met in een dans, zei dadelijk hier heb ik chance. En ik toen, dan was ik juist had gedaan. Op het Bibelbomse eiland, zag ik het meisje van de Wikiwakiwee. Ze zong van Alilee, op het Bibelbomse eiland. Op het Bibelbomse eiland, onder de palmen maakte kennis toen met haar. Dat in de straatse daar, op het Bibelbomse eiland. De vroeg al op je mee, mijn kleine wakkie. Ze zong een song van Al-Talona, van Ikidula, Hakipuna, Wanakowa. Op het Bibelbomse eiland, kust ik het meisje van de Wikiwakiwee. En zij ze kuste mij, op het Bibelbomse eiland. Voor deze rubriek, jij hebt ook wat te zeggen, beste luisteraars, gaan we nu het tweede gedeelte beginnen. En voor diegenen die het nog niet weten, die te laat aan het luisteren geslagen zijn, wij hebben een gesprek vandaag met Jean Dessers van de Henestraat te Tongeren. In Tongeren, in de stad en omstreken gekend als de Kreut. Wat is het gekste dat jij ooit hebt meegemaakt in uw carnavaltijd? Het gekste wordt metgemokkerd, dat is waar wij, dat moven met de brandweer, hè?
Er brengt weer onder voor kroepen, daar was ik dan ook in. Dat is automatisch in als je in de stad werkt. Hè. Toen onder van, dat was meneer Rubens geweest. Die deugde veel voor de carnaval in die tijd. Ja, toen zei ik er gewoon in zijn groep opmaken van nou even. Hè. Maar het was altijd op mij. Hij roepte altijd op mij, zijn we dat kunnen? Hij vroeg altijd op mij, altijd een juiste man. Hè. Ook ja, ik zeg dat. Dan gaan we naar het hospitaal, zegt hij. We gaan dan eens kijken, als er niks is. Ja, hij stond te goed in het hospitaal met de mensen allemaal, ja. En kregen we de heel kleier van de moederoverste, van wij ja, vrouwtjes, waar wij gelegd worden. Je kent dat wel, dat is aan jou, pa. Zo'n kutje, hè. Zo'n mediet, voor lerken in de dingen gebonden. En dan zo'n hutje op, met rond de kindtouwen. Dat loopt onder gang wel, en dat wordt er een heel pak, ze. Ja, zegt er, dat is dan iets hoor, hè, zegt er. Daar gaan we dan allemaal een groep van maken, ja. En met ons met de carnaval, dan in vrouw gaan met, hè. Van jongheid, van carnaval moet je niet veel denken. Daar zien ze dus niet veel voor. Met de A-mensen, zo wat er mensen wij boeren doen, allemaal zo, moet zeggen, 30, 40, 50 jaar waren de boer. En allemaal zo, ook al je verleden, hè. Ja, daar worden we allemaal met, en daar vrouwen we met. Ja, wij komen zo aan 50, 60, 70 mensen, zo. En ons allemaal met dat jaar vrouwtjes kleedjes aangedaan. En toen hadden we maskers besteld. Zo'n masker van de naad vrouwke. Maar toen kon je geen ene mens meer kennen. Hè. Dan was het echt een kriebel waar op de notte stond, toen we naar de meer te rijden. En dan wist je niet wie dat was. Je wist niet of dat een vrouw was of dat een man was. Voor een ander hetzelfde kon. En dan hebben we plezier gehad. Hè. En het was nou zo weer, wat nou? Kom dus nou, was nog niet te veel. Maar de stoet ging goed rond, dus het woorden redelijk schoon. Maar zo ik het hier in de stoet heen kwam, toen begon ze op mij te snallen. Maar op de meert stond het boemvol mensen. Hè. Toen maakten ze een hele grote ring op de meert. De kermis dat stond toen niet. En toen kom je dan tussenin aan. Ja, moet je vragen, wij komen er aan. En een drupje gedronken op de dingen en een pintje bier gedronken. Dat was er allemaal mee. Ze waren allemaal wel. En we waren van duizen en in een trollen en dat is nou. Hè. Daar hebben de mensen geklatst, gekeken. Ja. En dat is voor mij mijn schoonste carnaval geweest wat er was. Jij bent ook begonnen met de kindercarnavalstoet, of niet? Dat was mijn baas, die Paul Hubes. En die, ja, kon we dan dat vernomen als we dan op een vergadering, want hij zou wel met de carnaval, hè. En toen zei ik er, ja, ze gaan een kinderstoet inrichten. Wil je mij helpen? Ja, ik zeg, wou helpen. Ik zeg, ik heb daar zoveel werk met me aan een carnaval, zeg ik, hè. Ja, het is maar, ik zal bellen, zeg ik er, hè. Ik ga een heel winkel zo bellen in Tongeren, in hun streken. Ik ga nog vragen als ze mee doen aan onze kindercarnaval wat we gaan inrichten. En dan ga ik vragen wat ze ook geven. Als je komt, en wat zoekt dan met geven? Snoeperij, prelwaai in dat winkelsector, we zullen zien. En hij is beginnen te bellen dan. En hij maakte mij dan hele kruppe pirken. Deja, zegt hij dan. Gaat dat om halen? Ja. Vonden van de burgemeester dan, de notto kregen van de stad, voor mij te helpen. Ja, dan ging ik toeheen. En dan stond dat 12,40. Daar was het 1 kilo kramellen. Daar was het een kies of 4 appelsenen. Daar kreeg je een doos of 2 chocolade. Het waren allemaal zo'n giften waar de mensen deugden. En van het er meer is voor de 100 gebeld. Al die aan dat had ik allemaal gehuild. En dan hebben wij dat zo noisouren zo, een beetje onderheen. Hebben wij dat allemaal in krotten gedaan. Zoveel kruid, want ieder kind van zoveel gehuild, dat is ieder kind onder 1 pond kramellen al. Een appelsien of 2 draai. Chiquelet en anders met 2 perken chocolade. Ze hadden nog een hard voorwerp, zo speelgoed, dingsken of ergens iets wat er met was, kregen ze. Kom, ze hadden een goed kruidje gevuld, ze. Kregen ze allemaal, alle kinderen, wat aan de jeugd doet, meedeugde. In het eerste jaar hebben we er 700 gehad. We wilden beginnen. Ja, we hadden wel een heel deel grote gemak. We hadden er 1000 gemak. Ja, maar meneer Rubens, die weet toch altijd rood, hè. Dat doen hebben we de mensen in het hospitaal. De mensen wat doen hier allemaal in het hospitaal verleden. Daar hebben we ook allemaal een kruidje gedragen. Maar beter dan nog gevuld. Omdat we toch genoeg hadden. De mensen worden ook heel content. En zo is dat dan voortgegaan. Dat doet van de kinderen. Ik heb er de jaar of 7 eigen een stuk allemaal rondgehuild gehad. Tot waar dan de brandweer hier gegaan is. Het worden verder van de watergie. Waar dat dan deugde. We hebben er veel voor gedaan. Ik was woven tegen mijn 8 uur nog rond het lopen.
Die dingen met binken voor gedragen heb. Voor de carnaval altijd na het al. Ja, 35 jaar met de carnaval bezig geweest. Tongeren 2000 is ook nog niet gedaan. Staat dat nu nog altijd een teken zo van Tongeren 2000? Je zit er toch nog altijd bij nu? Oh ja, met de carnaval ben ik nog zeker. Echt wel nou, de varen, dat is de keer met de zondag. Nee, en dan het teken. Ja, dat ik verleer was het toch goed, zo'n teken van de... Van het jaar 2000. Dat heet toch wel niet. Ik vind, als verleer, als dat het hoogtepunt geweest is van de carnaval. En ik denk niet nog zo hoog zal komen. Ik denk dat de grote trap van boven bereik is. In welke zin, waar was het dan te zien dat dat het hoogtepunt was verleden jaar? Ja, ten eerste al aan het volk. En dan de sfeer in de carnaval is er zo een beetje mee in. Dus dat, als je dat zo genoeg dus doet op de meer, dan is iedereen een duis. Dus de koffie is allemaal vol volk. Tegen andere jaren gaan de mensen meestal thuis. Als de carnaval gedaan is met dat zoogje, dat zo allemaal vol. En ik denk ze mee blauw worden. Kom, ik heb het toch ondervonden. Goed, goed in Swovens af van wij gaan. Dan gaan wij nog wij gaan. We doen stoon naar die koffie, naar die koffie. En het is je verhaal. Je kunt niet op één plek gaan. Als je een groep hebt, krijg je ook een kans steun van die. En mensen moeten ook leven. En dan gaan we zo. Iets naar door. In alle kanten wordt het plezier en word je goed ontvangen. In laagte. Ja, veel plezier, veel plezier. Je hoort soms mensen zeggen, wat een gekke boel is dat, hè, carnaval. Welke microbe heeft u gebeten zo? En zoveel anderen, vertel dat eens. Ja. Sommige mensen zeggen wel, ja, wat is dat? Maar ik denk toch wel, op dit moment is een Tongeren 7 op de 10 mensen erin kunnen kijken. Ze. En dat is toch wel een groot getal, hè. En dan dat microop, ik denk dat daar nog erin zit van mijn meisjeliger. Volgens mij, dat was al de carnaval bestond. En het was, nou, even vast, dat het was, hè, dat heel een dingen van de carnaval had. Dan was ze verkleed. Al was ze maar heel alleen. Met de dikste taart kon ze met zogen zuster en dat twee woorden bekend tegen dat. En Lisa was dat. Hè. Want het is jammer zo mensen. Hè. Nee, hij is wel 34 jaar wonen met mijn tante Lisa, was maar 72 jaar. Ik toch stap wat jongens voor zo'n mensen me komen. Hè. Maar dat hoort er dat kosten het aan de gang zetten. En dat was mij op het moment, komen ze in. Komen ze door aan zijn koffie in, was ze verkleed. Dan was ze een bolhoed op, een schere piet aan en een broekje aan. Ja, dan was het wij, is dat. Maar ze kenten nog niet. Maar dan de pleister kost het toch niet hoog, moest er toch letten kennen. En dan was het er van deur niet. Maar iedereen wat kom ze weer aan verkleed. Daar was de draker verkleed op een dag van carnaval. En dat was het je ervan. Maar wat wel was de pleister kost er nooit een laag meer in ogen. En ik denk als ik toch een beetje van gerok ben, van is mij, voor de carnaval, want ik heb het altijd gaan gedaan. En het prille wat hier te doen was te veuren, nog in Tongeren was een stoet, was ik toch. Ik heb dat altijd gaan gedaan, kom, in alles met gewoon. Met een stek rond, gewoon, dat was dan met de carnaval, dag. Dan gonken ze de winkels af, met een man of twee draai, een beetje verkleed, een hoed op, een beetje geverf in hun gezicht. En dan gonken ze de hele slag draaien af in Tongeren. En dan zongen ze maar, hè. Jij hebt me toch een stukje spek, had me niet voor de gek. Het is de laatste keer gekomen aan hem. Wel. En dan komt die man altijd slachter en smeer hem een lap spek en dan stoten ze dat in die stekken. Maar wel, als daar zwolgenstaals komen, je moet niet verwonderd zien, dan staan zo'n 30, 40 kilo spek aan ze. Ja, als je dat allemaal zo volgt in de pers en op de radio en ook op onze vrije radio, dan zijn er toch heel wat prinsen en prinsessen van carnaval. Wie is nu eigenlijk de prins? Ja, eigenlijk de prins. Dat is de prins waar de groep van... De ridders van Tongeren tot Bukenberg hebben. Dat zijn de grote mannen van Tongeren. Als ik ook moet zeggen, de groepen van Tongeren. Dat zijn er zeker 12 of 15. Tja, wat is dat? Dat zijn allemaal prinsen. En ik vind dat niet meer schoon. Als je vroeger de carnaval zag, van waar ik straks door spreken was van dat jij vrouwtjes. Dan worden we ook andere groepen. Wij worden dat niet alleen zijn, maar toen worden ze bekend. Elke groep gekkelijk verkleed als de mensen lagen. Wij minder, ik zeg naar die strak, wij als vrouwen, zoiets heb ik nooit metgemaakt. Maar dan zien we ook andere groepen, we zeggen, als groep was toch de schoonste. Wel, dat is iedereen wat ik denk, maar het was ook allemaal schoonste. We mogen, dan was die groep toch, als je, kom, de mensen worden het laagd en in de triest worden, en op de meert. Dan moest het doorkomen.
Boornamen, nou, sinds je even doen, sinds je even schaken met dat weugel. Prinsen dingen op, ja. En dat is toch maar iets, dat ziet toch wel niet juist dingig. Maar gedachtig niet, je bent de wegens met mij, ik zeg het niet juist. Dat is maar één prins, zullen we zeggen, wat ik dat straks nog zeg. Maar, wij zien al ook met ons groep, we hebben nou ook andere kleren. We gaan nou, er zijn er nog wel wat voor een volgen. En ik vind dat ze allemaal moesten volgen. Dan gaat de carnaval weer terug, schoon winnen. Wat er nou allemaal met prinsenweugel is, dat kan niet schoon zijn, hè. Die gaat het misschien niet vertellen, maar hoe gaat jij je verkleden nu met carnaval? Oh, dat mogen ze al zo'n beetje weten. Wij zien hebben ze wel. Wij zien, de musketiers. Wij zien musketiers dan met de vrouwen, daar zien dan de dames ervan. We hebben dat kunnen huren, dat kleer. Ik vind het verschoon kunnen zijn, ja. Verschoonder als met de prins de wop. Ik ga me dat ook een beetje werven zo en nog een masker bij opzetten, denk ik. Ik denk dat zo in de rest, ze hoeven ik zo direct niet te kennen, hè. En dan zingen, want carnavalliedjes zingen, dat is ook uw kunst, hè? Ja, dat doe ik aan. Want als ik zo ergens op een visje ben, dan ben ik altijd aan het zingen. Kom ze vragen het al. Omdat ik ken niet alleen carnavalliedjes, maar ik kan terug ook zo'n 25 anderen nog zingen ze. Ik heb altijd gaan gezongen van wat klein was. Want ik weet wel niet. Ik ga beter die dingen genomen doen en die taart. Zingen, ja. Je komt er toch nergens met. Hè. Maar nou kan allemaal zingen wat nou gaat. Hè. Zal ik dan wel eens zeggen wat is. Maar ik heb altijd in de school. We hebben altijd gezongen als dat ik dan zie te doen. Dus maar met de prijsafdeling. Dan moest de groep van de school zingen. Ik ben altijd veel zanger geweest. Ik moest altijd veel zingen. Dat ging heel goed. Ik zong ook goed. En van de liedjes van vroeger jaren, zo waar van de radio zo en allemaal bij. Wel, ik kan terug toe veel van opnoemen, wat ik allemaal van buiten kennen, wat ik nog allemaal ken ze. En ik vond dat heel schoon, dat liedjes tegen dat gekeken was en allemaal, die nog weten. Hè. We hebben hier een mooie carnavalpotpourri op een bandje van u gekregen. Vertel er eens iets over die potpourri. Wie begeleidt u daar? Dat begeleidt me Gio Mertens. Wat een fantastische man, hè. Doe weet alles gemakkelijk met. Zeg, heb het al dikker gezegd gehad. Doe eigenlijk een probleem met die mannen. En die man weet wat er moet met de omgaan en alles. Oh, wel, ik vind dat heel goed. De potpourri, ja, dat muziek het tijden allemaal opgemaakt. Ik heb hem dat voor gezongen. De potpourri, dat zijn liedjes wat vroeger ook opdroeg. Van de carnavalliedjes. En toen heb ik dan een ding van een gemaakt. De potpourri met gemaakt, hè. Maar ik denk, mijn eigen wagen, maar Jiboom is nou het juiste geweest. Dat is het juiste carnavalliedje geweest. Awel, en ik heb toen gedacht, gewoon ons met beginnen. En dan heb ik het tweede gezeten. Dan heb ik toch een stukje van gezongen. En dan Jiboom de druk tussenin. Ik vind dat heel goed geweest is. Jo vond het ook wel goed, want anders had het niet goed. Dat zou je het niet laten doen, hè. En nu gaan we die potpourri draaien die jij zingt. En die begint, hoe begint die? Jiboom. Jiboom, 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 het is carnaval, iedereen doet door en met. En de jong is nou verkleed, het is de dag waar iedereen vieren zal. Hoera, het is carnaval. Geef die touwen, slapdoer, houden, slapdoer, heel bedraaid, het is carnaval. Duurt niet of je 100 jaar ziet, dan zie je zelfs de staal. Voor carnaval. Pak door masker, pak de bolo, duw de jutje gek. Het is carnaval. Zit voor zulke allemaal op saai. Kijk die zoer ziet blij, zingt van Gerard Baai. Pak voor vrouw en ga naar meer op zwier. Drink veel pintjes bier. Jiboom, 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 het is carnaval, iedereen doet toch aan met. Het een jong is nou verkleed, het is de dag waar iedereen vieren zal. Hoera, het is carnaval. Kom, mitsjes, kom in de drugskist, zwaaien, naam erop, kapot, ben je niet mee
kapot. Maak me plezier en laat de boel meer draaien. Want het is carnaval, we gooien weer naar de bal. Laat ons naar zwieren, laat ons naar gooien. Want als we dood zijn, is het gedaan. Laat ons naar zwieren, laat ons naar gooien. Want als we dood zijn, is het gedaan. Kom, witsjes, kom in de kruksjes zwijgen. Heuger als de knie, dat doet het vindt plezier. Met carnaval moet alles weer floriëren. Zij doen ons maar op, en daar is maar een kop. Want in de kop, gewoon val de moel. Met de schutter, noor de moel. Want in de kop, gewoon val de moel. Met de schutter, noor de moel. Jibom, 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 het is carnaval. Iedereen doet olé. Avignon is nou verkleed. Het is de dag waar iedereen vieren zal. Hoera, het is carnaval. Joep, de winter gaat voorbij. We zijn weer allemaal blij. We kunnen weer een festa, festa. Joep, het is weer carnaval. We gaan weer naar de bal. We gaan nou weer op zwier. Ik ze naar bazen op de sprook, van op de meer tot voor op wat. Ze zien we kletsen, hebben koeien op het stroot. Hoera, het is carnaval. We gaan weer naar de bouw. De dingen er af is dat niemand bleef op stal. Kiktolup en koningin en donderschone prins. Het zien we allemaal chique diepa. Kik, ze gooien nou weer op zwier. Ze drinken heel veel bier en maken veel plezier. Ik ze naar dazen op de strot, van op de meer tot voor op wet. Ze zien wat net, ze hebben koeien op het stroot. Hoera, het is carnaval. We gooien weer naar de bal. De dingen eraf is dat niemand bleef. Jibom, 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 het is carnaval. Iedereen duwt aan met. Avignon is nou verkleed. Het is de dag waar iedereen vieren zal.